Ik ben Goof van der Kamp. Ik hockey bij HGC Heerenveen. Ik ben 20 jaar. Ik kom oorspronkelijk hier uit Den Haag. Ik heb bij HDM gehockeyd in mijn jeugd en nu hockey ik bij HGC. En ik woon in Rotterdam en ik studeer ook in Rotterdam, dus dat gaat helemaal goed. Je begint met het opwippen van de bal. Je legt hem gewoon stil op je stick. Belangrijk dat je controle houdt, dat hij lekker stil ligt en dat die bal niet eraf waait of ergens anders heen rolt. Dan rol je hem naar je toe, dus naar je grip toe. En op een gegeven moment draai je dus je stick en dan laat je hem via de bollenkant terugrollen. En dan moet hij in je haar komen. En dan als hij helemaal in je haak ligt, dan ga je met je stick over je hoofd. En je probeert de bal in je haak te houden. Boven je hoofd draai je je stick. En dan probeer je achter je hem weer in je haak op te vangen. Hele lastige truc. Ik heb er denk ik 2 maanden wel voor geoefend. Ja, wind is heel lastig, ja. Ja, je moet het liefst als de zon niet vol schijnt en als het niet hard waait. Dat zijn de beste omstandigheden. Ja, chaos. Natuurlijk coach die ontslagen, die natuurlijk weg is. En een nieuwe coach die kwam. En we hebben ook aardig wat blessures gehad in de loop van het seizoen. Maar als ik nu terugkijk op dit seizoen, Europees kampioen, mega vet, heel vet. Ja. We gingen er wel voor. Als we natuurlijk kijken naar de spelers op papier van de tegenstanders, dan hadden wij natuurlijk wel van holy shit, dat zijn wel goede spelers. Maar ja, die hadden wij ook en we zijn gewoon uitgegaan van onze eigen kracht als collectief. En uiteindelijk lukt het dan. Persoonlijk gezien wil ik natuurlijk gewoon mijn basisplaats behouden en beslissend worden voor HGC. En als team gezien wil ik heel graag natuurlijk nog een keer Nederlands kampioen worden.